Hoe word je een succesvolle influencer? Vanuit de Fuse in Brussel, dit is de Universiteit van Vlaanderen. Oké, stel je even voor, jullie zijn op reis. Jullie zijn in een dorp dat jullie niet kennen. Het is avond, jullie hebben honger en jullie lopen rond in het dorp. Jullie komen een restaurant tegen dat eigenlijk bakkenvol zit en een rij staat voor de deur te wachten om toch maar een plaatje te krijgen. Er is een ander restaurant, er maar een paar tafeltjes zitten, dus er is zeker en vast plaats genoeg. Naar welk restaurant zijn we geneigd om toch wel te willen gaan eten? Ik vermoed de meerderheid van jullie naar dat restaurant waar je toch wel in de rij moet gaan staan, ook al heb je honger. Je weet dat je daar moet wachten, maar toch heb je het idee, daar zitten veel mensen, dat zal wel lekker zijn. En in een ander restaurant zitten niet zoveel mensen, dus waarschijnlijk zal dat wel niet zo lekker zijn. Dat is eigenlijk het idee van social proofing. Onze natuurlijke aard dat we geneigd zijn om toch wel naar het gedrag van andere mensen te gaan kijken om voor onszelf de juiste keuzes te gaan maken. Het idee van social proofing, dus dat we ons gedragen gaan conformeren aan anderen, merken die zij kiezen, restaurants die zij kiezen, producten die zij kiezen enzovoort, is ook een gegeven waar marketeers eigenlijk mee aan de slag gaan. We noemen dat dan eigenlijk sociale beïnvloeding. Het feit dat we consumenten gedragingen laten stellen in de hoop dat ook andere consumenten hetzelfde gedrag gaan stellen, hetzelfde merk gaan kopen, hetzelfde product gaan kopen. Een heel concreet voorbeeld daarvan is eigenlijk mond-aan-mond reclame. Ik hoor van een vriend, een familielid, iemand die ik goed ken, die beveelt mij eigenlijk een product aan. En ik ben dan toch wel geneigd om die suggestie te gaan volgen. En dan ook dat product te gaan proberen. Dat noemen we mond-aan-mond reclame. En in de wereld van vandaag krijgt die mond-aan-mond reclame eigenlijk een gans nieuwe dimensie met het online gebeuren. Via de sociale media, die eigenlijk alomvertegenwoordigd zijn, gaan we gaan spreken van online mond-aan-mond reclame. Wat eigenlijk wil zeggen, als we kijken in de eerste plaats naar hoeveel tijd dat we vandaag spenderen aan of op sociale media, dan zien we dat, de statistieken duiden dat aan, dat 1/3 van de tijd dat we vandaag online actief zijn, dat we dat spenderen op sociale media. Dus dat wil zeggen dat we eigenlijk via die sociale netwerken toegang krijgen tot een heel groot netwerk, of toch een netwerk van mensen die wij gaan vertrouwen. Die we vertrouwen, waarvan we toch wel de aanbevelingen zullen gaan opvolgen. Dus dat wil zeggen dat we eigenlijk vanuit marketing ook nieuwe rollen gaan opnemen. We zijn niet alleen de ontvanger van marketingboodschappen, bijvoorbeeld via sociale media, maar we gaan via die sociale media ook zelf marketingboodschappen gaan creëren. Bijvoorbeeld, ik heb daarnet voor het restaurant gekozen waar ik toch wel lang in de rij moest staan. Uiteindelijk is mij dat heel goed bevallen. Ik heb heel lekker gegeten. Het was een leuke sfeer. Ja, dan ben ik toch wel geneigd om nadien, bijvoorbeeld op een review-platform, een positieve review te gaan schrijven. Of ik ben toch wel geneigd om een post van het restaurant op Facebook toch wel verder te gaan delen. Dus ik word creator en ook wel curator van marketingboodschappen. Dus dat is een beetje de context waar we een antwoord moeten gaan zoeken op de vraag hoe word je een succesvol influencer? Dat is het mechanisme dat erachter zit. Het social proofing. Anderen gaan onze zaken voorschotelen, gaan onze zaken aanbevelen en we gaan daar eigenlijk op verder gaan. Dus binnen die context gaan kijken van wat is nu een influencer? Hoe definiëren we een influencer? Dan zijn er eigenlijk drie elementen. Eén, dat is een persoon die toch wel een grote aanwezigheid heeft op sociale media. Op YouTube, op Facebook, op Instagram, eventueel ook op TikTok, de voorloper of de nakomer van Musical.ly. Op die sociale media heeft hij eigenlijk een fangroep, een community van volgers, van mensen die toch wel geïnteresseerd zijn in wat de influencer allemaal vertelt op die sociale media. Wat hij doet, welke gedragingen dat hij stelt, welke merken dat hij gebruikt, welke services dat hij aankoopt. En een derde is eigenlijk dat hij door de sociale beïnvloeding dat hij heeft, dat hij eigenlijk wel het gehalte krijgt van een idool bij zijn volgers. Dus de volgers gaan echt wel die influencer als een idool, als een voorschrijver van gedrag gaan beschouwen. Dus die drie elementen gaan een influencer gaan typeren. We kunnen dan de vraag stellen, is dat eigenlijk zo anders dan als we bijvoorbeeld een BV in een tv-spot gaan gebruiken? Want daar gaan we ook iemand bekend gaan naar voren schuiven die een bepaald product gaan aanreiken. Dus je ziet, er zijn wel een aantal parallellen, maar er is toch ook een heel belangrijk groot verschil tussen die BV in een tv-spot en die influencer op sociale media.
In die zin dat er een heel grote afstand is tussen ik als ontvanger en die BV in een tv-spot. In die zin, er is een mentaal afstand door het kanaal, het tv-kanaal, die niet toelaat dat ik in interactie treed. Maar er is ook vooral een emotionele afstand met die BV in een tv-spot. In die zin dat dat iemand is waar ik niet het gevoel heb dat ik een emotionele connectie heb. Ik ken die persoon niet en die staat ook heel ver van mij. Dat is het verschil met een influencer op sociale media. Daarvan heb ik het gevoel, als ik die volg, als ik in zijn fanbase zit, dat ik die echt wel ken. Want ja, ik zie die elke dag, ik zie wat hij doet. Ik weet wat hij vanmorgen te eten heeft, wat hij vanavond gaat doen. Dus ik heb wel echt het gevoel dat ik die ken. Dus die emotionele band met die influencer is veel groter. Daarbij komt ook nog dat ik het gevoel heb, en dat kan ik effectief ook zo, dat ik in interactie kan treden met die persoon. Ik kan bijvoorbeeld op Instagram gaan een post gaan liken. En misschien heb ik wel geluk dat hij zelfs eens reageert daarop. Dus je ziet, er is een heel groot verschil tussen die BV met een grote bekendheid in een tv-spot en die influencer op sociale media. Dat maakt dat we dan eigenlijk ook moeten gaan kijken van oké, dat is een influencer, maar er zijn verschillende type influencers waar we moeten naar kijken als we een antwoord willen vinden op die vraag van ja, hoe word je nu eigenlijk een succesvolle influencer? En je hebt drie type influencers. Je hebt de mega-influencer, je hebt de macro-influencer en je hebt de micro-influencer. Laten we beginnen bij de mega-influencer. Wat is een mega-influencer? Dat is eigenlijk een bekendheid, een superster, een sporter, een artiest, een zanger, die algemeen heel sterk gekend is. En die gaat die bekendheid gaan gebruiken op sociale media om eigenlijk een extra bron van inkomsten te gaan genereren. Ik heb hier een voorbeeld bij. Jullie wellicht wel gekend. Kim Kardashian, een van de grootste influencers ter wereld, met meer dan 120 miljoen volgers op Instagram. Gigantisch. Spreekt ook onmiddellijk voor zich wat het voordeel is als marketeer om daar eigenlijk mee te gaan samenwerken. In die zin dat je een heel grote zichtbaarheid krijgt van je merk als je aan Kim gaat vragen, ja, wil je mijn merk gaan promoten? Wil je daar promotie voor gaan maken? De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat je een heel groot budget moet vrijmaken om nog maar één post te krijgen van bijvoorbeeld een Kim Kardashian over jouw merk. En dan spreken we over een $250.000 per post. Dus een grote bekendheid, maar toch wel een groot nadeel ook, zijnde het financiële aspect. En daaraan gelinkt ook wel ja, toch het gebrek aan authenticiteit als zo'n grote bekendheid bepaalde merken naar voren schuift. Dus je voelt dat daar toch wel spanning op zit. Dan heb je ook de macro-influencers, die op zich een kleiner publiek heeft, maar die vanuit zijn activiteiten, zijn of haar activiteiten op sociale media een zekere bekendheid heeft verworven. Een voorbeeld daarvan is Tiana Kirilov van Belgische Bodem, met een 240.000 volgers op Instagram. Zij heeft eigenlijk haar eigen business naast sociale media kunnen grootmaken door de activiteiten die zij vandaag uitvoert op sociale media. Het is belangrijk dat een macro-influencer, ja, die heeft wel een zekere expertise, wordt daarvoor gewaardeerd en kan op die manier ook wel mensen gaan inspireren. Het voordeel is ook dat die eigenlijk betaalbaarder zijn als je die wilt inschakelen als marketeer, want het algemene publiek, de grootte van het aantal volgers, is wel beperkter. Maar je voelt daar toch opnieuw heel sterk het marketinggegeven. Het feit dat een macro-influencer effectief betaald wordt, of in geld of met gratis producten, om een merk of een product te gaan promoten. Dus je voelt daar opnieuw toch een stuk spanning op die authenticiteit. Dan tenslotte heb je de derde type influencer, de micro-influencer. De micro-influencer is geen publiek figuur. Dat kan eigenlijk je buur zijn. Iemand die je kent uit een klas van vroeger, van op school. Het kan iemand zijn die hier in het publiek zit. Dus dat zijn geen publieke figuren, die hebben geen grote bekendheid, maar die hebben wel, die vertrekken vanuit een zeer sterke passie, een hobby, een interesse en gaan van daaruit eigenlijk een community gaan uitbouwen op sociale media van gelijkgestemden. Mensen die geïnteresseerd zijn in hetzelfde onderwerp, in dezelfde passie, hobby en van daaruit eigenlijk in interactie treden met een community van fans. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Charlie on Sneakers met een 8000-tal volgers die vanuit haar ongelooflijke obsessie voor sneakers ja, een fanbasis heeft uitgebouwd van mensen die dezelfde interesse hebben. Wat is het sterke van die influencers? Duidelijk niet in de grootte van het publiek dat ze bereiken, maar wel vanuit de zeer sterke relatie die die micro-influencers opbouwen met hun fanbasis. Waardoor dat ze eigenlijk zeer authentiek aanvoelen, zeer geloofwaardig zijn en daardoor ook wel zeer sterk zijn in het
promoten van bepaalde merken, services enzovoort. Ook omdat ze heel sterk gaan kiezen voor met welke merken wil ik dan gaan samenwerken. Dus als we kijken naar die drie types van influencers, de mega, de macro en de micro, dan keren we terug naar onze vraag van ja, hoe word je nu een succesvolle influencer? Denk ik is een eerste antwoord. Heb niet de ambitie om een Kim Kardashian te worden, omdat dat geen realistische ambitie is. Wat is wel een realistische ambitie die je kan waarmaken? Dat is tracht een micro-influencer te worden. Maar vertrek daarbij vanuit een passie, een hobby, waar je echt in gelooft, waarover je graag praat, graag je ervaringen deelt, graag ook zaken hoort van anderen. Bouw op die manier een community uit van mensen, van gelijkgestemden, die echt wel waarde hechten aan jouw meningen en jij ook waarde hecht aan hun meningen. En als derde punt, zij ook selectief of wees selectief in de merken waarmee je wilt samenwerken. Vanuit je passie, je eigen identiteit, sta je voor iets en van daaruit ga je ook wel keuzes gaan maken met welke merken je al dan niet wilt samenwerken. Dus als we een finaal advies moeten geven op de vraag hoe word je een succesvolle influencer, of voor degenen die in het publiek zitten en die ambitie hebben om een influencer te worden, dan heb ik eigenlijk maar één vraag of één opdracht voor jullie. Dat is, bepaal eerst wat jouw passie, jouw ambitie is, jouw interesse, hobby, vertrek vandaar, bouw van daaruit de community uit en misschien ben je dan morgen wel een micro-influencer die door een van de merken wordt aangesproken om met hen een samenwerking aan te gaan. Dank je wel.